Welkom bij een van onze webinars voor het boek Kiezen voor Winst. In dit webinar staat de luchtvaartindustrie centraal. In het bijzonder zullen we ons richten op Brussels Airlines, dat voor een aantal strategische keuzes staat. Luchtvaartmaatschappijen komen in aanraking met het hoge prijs- of groot volume-dilemma. Zo kan het zijn dat enerzijds volume essentieel is om toenemende meeropbrengsten uit te nutten, zoals schaalvoordelen, netwerkeffecten en leereffecten, maar anderzijds dat het dekken van historische kosten een hoog prijsniveau vraagt. Twee gevestigde namen in de luchtvaartindustrie, KLM en Ryanair, hebben verschillende strategische keuzes gemaakt. Zo doet Ryanair er alles aan om de kosten van haar operatie zo laag mogelijk te houden. Men richt zich duidelijk op een groot volume tegen een lage prijs. Met Ryanair vlieg je vanaf Eindhoven al voor tussen de 60 en 245 euro naar Londen. Dit is ongeveer de helft van wat je bij KLM betaalt voor een vlucht naar London Heathrow. KLM blinkt uit in klantenservice. Deze extra dienstverlening vertaalt zich echter wel terug in hogere ticketprijzen en daardoor lager volume. Dan volgt de logische vraag, wat biedt KLM om hogere prijzen te rechtvaardigen? Wel, KLM heeft een diepe relatie met haar klanten ontwikkeld. Daaruit zijn ook nieuwe diensten ontstaan. Je dochtertje is bijvoorbeeld haar favoriete knuffel vergeten in het vliegtuig. Maar geen nood. Bij de laatste check vindt de crew de knuffel, die via een ingenieus systeem, ook wel Sherlock de hond genoemd, naar je toe komt gerend, vaak nog voor je de veiligheidszone hebt verlaten. Je maaltijd was koud op de heenvlucht en je klaagt daarover op Twitter of Facebook? Wel, de stewardess op de terugvlucht kan je boodschap zien op haar iPad en zal je als eerste bedienen, met excuses voor de koude maaltijd op de heenvlucht. KLM's Flying Blue is een van de beste relatieprogramma's in de luchtvaart. KLM kaapte in 2015 maar liefst 5 Freddy Awards weg, het hoogste aantal onder alle deelnemers. Deze prijzen bekronen de beste relatieprogramma's onder vliegtuigmaatschappijen en hotelketens. Het KLM-programma Meet & Seat geeft je de mogelijkheid om je social media profiel te koppelen aan je check-in informatie en de passagier die naast je zit te kiezen op basis van haar of zijn profiel. Ook op het gebied van social media is KLM een van de best ontwikkelde merken. KLM levert vandaag de dag in 14 talen 24/7 service op Facebook, Twitter en LinkedIn. Dit door 150 medewerkers die één-op-één contact hebben met klanten. KLM reageert gegarandeerd binnen het uur, maar gemiddeld zelfs binnen een half uur. Ryanair is waarschijnlijk een van de beste voorbeelden van uitmuntende operationele prestaties in de luchtvaartindustrie. Er zijn een aantal redenen waarom Ryanair een lagere kostenstructuur heeft dan andere luchtvaartmaatschappijen. Zo heeft het 148 stoelen in het toestel in plaats van gemiddeld 128 stoelen in hetzelfde toestel bij een andere luchtvaartmaatschappij. Ryanair werkt ook vooral met rechtstreekse verbindingen tussen goedkopere secundaire luchthavens, zoals in Nederland Eindhoven en Maastricht en in België Charleroi en sinds kort ook Brussel, in plaats van het duurdere hubsysteem dat traditionele maatschappijen gebruiken, bijvoorbeeld Schiphol van KLM. De gehele vloot van Ryanair bestaat ook uit vliegtuigen van hetzelfde type. Hierdoor kan het de onderhoudskosten erg laag houden, omdat het schaalvoordelen geniet op dat ene type vliegtuig. Onderhoudsmedewerkers hoeven bijgevolg maar één type vliegtuig te kennen en er zijn slechts onderdelen nodig voor dat ene type. Laten we eens even kijken wat Brussels Airlines nu eigenlijk doet. Brussels Airlines kostenniveau is veel hoger dan dat van Ryanair, maar lager dan dat van KLM. De cabine, de catering en het comfort zijn duidelijk slechter dan bij KLM. Brussels Airlines hanteert ook 2 verschillende relatieprogramma's, maar zijn more van Lufthansa en Loops, wat erg verwarrend is. Bovendien zijn beide relatieprogramma's van een lager niveau dan KLM's Flying Blue. Doordat de klantenservice van Brussels Airlines niet kan tippen aan die van KLM, moet Brussels Airlines dus mee met de prijsdruk die Ryanair oplegt. Dat kan het echter alleen maar doen als het meer passagiers op zijn vliegtuigen kan plaatsen. En om dat te bereiken probeert het een betere service te verlenen. De Loft bijvoorbeeld is de nieuwe lounge in Brussel en de samenwerking met Imatagne van 2 Michelin-sterrenrestaurant Sea Grill zijn verdienstelijke pogingen, maar waarschijnlijk onvoldoende om het verschil te maken met de betere luchtvaartmaatschappijen. Dus Brussels Airlines blijft op prijs spelen. Maar dat kan moeilijk, want door dergelijke investeringen stijgen ook de kosten verder, ver boven die van Ryanair. De passagier op een overvolle Brussels Airlines vlucht merkt ook steeds minder het verschil met de low-cost maatschappijen, waardoor de positionering van Brussels Airlines op langere termijn verder ondergraven wordt. Zodra men een zuivere positionering verliest en Stuck in the Middle geraakt tussen verschillende strategische opties, dan krijgt men ook meer te maken met het dilemma volume en prijs. Brussels Airlines is verdwaald en duidelijk Stuck in the Middle. Michael Porter, professor op de Harvard Business School, zei het volgende over de Stuck in the Middle positie. Wanneer je probeert om een strategie te ontwikkelen waarin je alles doet voor iedereen, dan zal je waarschijnlijk niets bereiken. Naar aanleiding van de voorgaande slides vraagt u zich misschien af of uw bedrijf zich ook in een Stuck in the Middle positie bevindt. We hebben een simpele test ontwikkeld bestaande uit 9 vragen die u helpt om daarachter te komen. We willen u vragen de 9 vragen te beantwoorden waarbij u uw eigen prestaties vergelijkt met uw concurrenten binnen de industrie door een cijfer te geven tussen de 1 en de 10, waarbij 1 betekent dat je de slechtste bent in de industrie en 10 betekent dat je de beste bent in de industrie. Na het beantwoorden van deze vragen willen wij u vragen om de punten voor de 3 vragen binnen elke categorie bij elkaar op te tellen. Op basis van het aantal punten kunt u nu bepalen hoe sterk uw strategische positie is en of u zich al dan niet in de Stuck in the Middle positie bevindt. Behaalde je 27 punten of meer in een categorie, dan ben je zeker niet Stuck in the Middle, maar dan excelleer je op 1 of meerdere dimensies. Heb je als hoogste score in een categorie 24, 25 of 26 punten, dan loop je gevaar om Stuck in the Middle te geraken. Geraakt je hoogste score niet boven 23, dan ben je Stuck in the Middle en waarschijnlijk voel je nu al de gevolgen. Dankjewel voor uw aandacht. Wij hopen dat u de case en tool interessant vond.